De Visser. Goed van Veldmaten. Een panna van Kobussen bij Samsin. De voorzet van Veldmaten richting Gaudier. Negende minuut wedstrijd. Gaudier. En ineens Veldmaten. Een box met een moeizame redding. Er is weinig beweging. Ja, nu is er beweging bij Van Hezel. Kurtz durft niet. Sarabaf richting Gaudier. Is het buitenspel? Nee. Van der Leij. En goed, Gaudier. Goeie aanval van HHC. Kobussen met de hoekschop. Oeh, weer niet. Werkman. Ja, hoeveel pech wil je hebben in de openingsfase? De hoekschop van Kobussen en Werkman. Slordig van Hezel. Samsin. Samsin. De Visser. Sterling. Sterling heeft een actie, heeft een schot. Sterling. Een mogelijkheid, niet meer dan dat. Sterling. Er is beweging. Bij HFC is het buitenspel. De bal wordt door alles en iedereen gemist. Onoplettendheid in de verdediging bij HHC. Boer dichtbij en ook Wilfert. Goed de voordeelregel toegepast door de scheidsrechter. Timisela. Timisela. Sterling. 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 Oeh. Een fase dat HFC iets beter is dan HHC. De Visser. Sterling. Beren. Beren. En Danes. Van der Leij. Bouws. Timisela half. Gaudier, Gaudier. Samsin. De Visser. Opoku niet bereikt. Volkert. Met een lastig balletje. Zo. Ik zag hem zo verdwijnen met bal en al achter de doellijn. Een zoetje. Maar dit doet hij goed. Hij wordt er niet vrolijker op, Karsten, de trainer van HSC. Samsin. Samsin. En Danes. Hier is Reinders. En Veldmaten. Wordt gewisseld. Hols inspelen op Sterling. Is dit een overtreding? Nee, zegt de scheidsrechter. Opoku. Krachtig. En sterker dan Van der Leij. Boer. De voordeelregel en Reinders. Reinders is daar de 1-0. Ja. Wat een wissel. Bij HSC dachten ze eerst aan een vrije trap. Maar goed de voordeelregel toegepast door de scheidsrechter. En Reinders dus met de 1-0. In minuut 55 komt de ploeg van deze kast op een 1-0 voorsprong. En ze zijn wakker. De 1-0. En Veldmaten dus. Die moest de plekken afstaan aan Reinders. Goed de voordeelregel dus toegepast. En Reinders, ja, onderweg aangeraakt door Volkert. En daardoor doelman box kansloos. Met lef geschoten. En de 1-0 dus voor de thuisploeg. Doelpuntenmaker Reinders. Zo. Uit het niets geschoten door Boer. Hij is sterk, Albertus. Reinders. En goed verdedigd door Wilfert. Kobussen. Met de hoekschop. Werkman en Gaudier. Nee, 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 nee. Hols nog steeds.
Ja, daar is niemand. Daar had de visser moeten staan. 2-2. De sterke Albertus. Albertus. En box. Het thuispubliek is niet echt verwend. Want de HSC ging weg als een van de ploegen die zich makkelijk veilig zou spelen. Daris met een fantastische redding. Kastien. Timmy Sela wilde 1-2. Daar geloofde Kastien niet in. De bal gespeeld, zegt de scheidsrechter. Opoku, daar is hij. Ja, je voelt het aankomen. Zijn 14e van het seizoen. Je voelt het gewoon aankomen dat die gelijkmaker in de lucht hangt. Dit is geen overtreding volgens de scheidsrechter. De bal gespeeld door de visser. En Opoku, wat is hij belangrijk. En Kurtz, wat loop je daar te snurken. Het is ook meteen het laatste wapenfeit in deze wedstrijd. Reinders scoorde de 1-0. En Opoku met een hele belangrijke... De 1-1. HHC Hardenberg schiet weinig op met dit punt.